Come on, Raptor! Dit is zo'n hopeloze en tegelijkertijd best wel schattige battle. Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe serie op dit YouTube kanaal. Het is namelijk tijd voor Sobble om te shinen. Want we gaan Pokémon Sword uitspelen met alleen maar water Pokémon. We hebben natuurlijk al de Fire Only Challenge gedaan en jullie wilden meer challenges van mij zien. Dus let's go, een Water Only Challenge. Ik heb zojuist mijn grote vriend Sobble gekozen. En Sobble die moet het dus gaan doen in deze challenge. Ik ga mijn Pokémon in deze serie nicknames geven. En ik ga ze nicknames geven die ik vind dat bij die Pokémon past. En Sobble is een reptiel. Dus deze Sobble heet gewoon Reptile vanaf nu. Yo, Sobble! Nou, in deze challenge ga ik natuurlijk weer heel snel door het verhaal heen. Ik ga heel veel delen skippen van het verhaal. Tenminste, ik ga het verhaal niet echt skippen, maar ik ga me alleen focussen op de battles. Hop, die gaat voor Scorbunny. De Scorbunny die wij natuurlijk hadden in onze Fire Only Challenge. En dan gaat Grookey gezellig met Leon mee. En de eerste battle is tegen dezelfde persoon als wie de allerlaatste battle is in het verhaal van Pokémon Sword and Shield. En dat is natuurlijk Hoppy. Hoppy? De vorige keer heb ik je verslagen met alleen maar vuur-Pokémon. Nu ga ik je verslaan met alleen maar water-Pokémon, vriend. Ik ben benieuwd hoe deze challenge zal gaan. Of deze challenge moeilijker of makkelijker wordt dan de Fire Only Challenge. Ik denk dat dit persoonlijk een moeilijkere challenge gaat worden dan Fire Only Challenge. Want in de Fire Only Challenge moet je het tegen het einde van de story heel erg veel opnemen tegen ijzer-type Pokémon. Sorry, steel-type Pokémon. Natuurlijk. En dat is met fire niet zo heel moeilijk, maar dat is met water een stuk moeilijker. Dus vooral tegen het einde van de game begin ik me zorgen te maken. En de eerste gymleader is natuurlijk Milo en Milo heeft grass-type Pokémon. Dus dat zou ook nog wel een dingetje gaan worden. Ik hoop dat hij niet keihard op de gras aanvallen gaat, want dan hebben we een probleem met Sobble. Voor de rest, ja, gaan we het wel zien? Ik denk dat dit gaat lukken. Ik ben benieuwd naar wat jullie favoriete watertype Pokémon is, jongens. Wie is jullie favoriete watertype Pokémon? Ik vind Sobble wel echt een heel erg leuk schatje. Een leuk schatje, jongens, die groeit naar level 6. Ja, het is gewoon een schattige Pokémon. Maar als die evolueert, dan wordt hij een stuk stoerder, vind ik. Maar Sobble is echt, ja, best wel een cutie. Even naar zijn stats kijken. Hij is vooral heel erg snel. En voor de rest ziet alles er een beetje gemiddeld uit. Dus met snelheid moet ik mijn tegenstanders gaan verslaan. Ik kan nog niet echt zien of ik moet focussen op attack of special attack. Maar dat gaan we later wel merken. Reptile heeft in ieder geval watergun geleerd. Yo, Scorbunny! Dat is handig, dat ik dan nu precies watergun kan. Dan kan ik hem even critical hitten. Of in ieder geval super effective hitten. Hoppakee. Hoppakee. En Scorbunny. Yes. Damn. En we worden gelijk leveltje 7. En zo te zien gaat de special attack harder levelen dan de normale attack. Dat is een positief ding. Ik denk dat dat goed is. Dat de special attack beter wordt dan de attack. Ik hoop dat de defense ook een beetje oké is. Want Sobble is wel een beetje fragile. Oké, zoals jullie weten. De domme Wooloo. Dom wil ik hem niet noemen. Maar Wooloo die is ontsnapt. Die is door de gate gebroken. Eigenlijk is het dan juist een slimme Wooloo. Alleen hij weet niet waar hij naartoe gaat. Wij moeten naar de Slumbering Wild. Ik weet eigenlijk niet zo goed wie mijn favoriete watertype Pokémon is. Ik was voor vroeger een hele grote fan van Squirtle. Die vind ik nog steeds wel heel erg cool. Eigenlijk, Drizzle vind ik wel een echte badass hoor. Drizzle vind ik een hele leuke water-Pokémon. Er zijn er ook zoveel. Er zijn zoveel water-Pokémon. Dat is echt niet normaal. En ik ben benieuwd welke water-Pokémon wij allemaal kunnen gaan vangen straks. Ja, misschien wel op route 2 of 3. Want op route 1 kunnen we er in ieder geval geen een vangen. Want hier zit alleen Normal-type-Pokémon en Insectjes. Een Normal-type-Pokémon zoals deze Squawbit. Hier, Squawbit. Waterpistool. Bedankt voor je tackle. Gaan we ook de eerste battle winnen met een wilde Pokémon? Het zou schandalig zijn als we van deze level 2 Pokémon verliezen. En dat doen we dan ook niet. En daar komt de volgende battle. Was dit een Blipbug of was dit een Rookidee? Het was de Rookidee. Rookidee voor de free XP. What? Schuilt gewoon een rapper in mij, jongens. It's Rookidee for the free XP. Don't walk with strange men, even if they gonna give you candy. Ignore them and run away. Oké, laat maar zitten, jongens. Ik heb Rookidee verslagen. Dat gaat me beter af dan rappen, denk ik. Oké, let's go. Door naar vijand nummer 3. Door naar Blipbug. Oh, maar eerst moet Zacian even gaan huilen. Blipbug! Oh nee, dat is gewoon nog een keer Squawbit. What? En deze Squawbit moet ik even 2 tikken geven en is het klaar. Hoppakeetje. Voor die Rookidee die krijgen we 9 XP, jongens. Wat krijgen we voor deze? 19 XP. Nou, dat is geen vetpot, jongens. Hey, hop. Zullen we even de mist inlopen? Of course, jongens. Alles voor die Wooloo. Come on, Reptile!
Dit is zo'n hopeloze en tegelijkertijd best wel schattige battle. Bob de Bouwer, wij kunnen hem niks maken. Bob de Bouwer, Zessien. En ja hoor, daar is die. En wij kunnen weer op pad samen met Sobbel. Want met Wooloo gaat ook alles goed. Doei mam! Wil je ook Sobbel nog even gedag zeggen? En daar gaan we. Op naar ons grote Pokémon-avontuur. Let's grow. Ja, tijdens mijn normale playthrough kwam ik geen enkele Wooloo tegen. Toen wou ik heel graag een Wooloo vangen. Als je die serie nog niet hebt gezien, gaan we vooral even checken. Mijn gewone Pokémon Sword and Shield playthrough. En abonneer op dit kanaal, man. Als je dat nog niet hebt gedaan, zou ik super tof vinden. Duimpjes omhoog gaan zo. Ja, man. Ja, man. Dat is gratis. Daar zou je me een heel groot plezier mee doen. En dan verslaan wij even deze Wooloo. Eens even kijken of we al level 8 kunnen worden. Want ja, Wooloo mogen we dus nu niet vangen. Nogmaals, we mogen alleen maar watertype Pokémon vangen. En ja hoor, hoppakee. Reptile, level 8. Reptile, jongen. Dat is ook wel echt een bazennaam voor Sobbel. Sobbel is eigenlijk in het begin helemaal niet zo stoer. Maar die naam maakt hem toch wel heel erg stoer nu. Reptile, let's go get him. Nou. Dan moeten we nog eventjes gedag zeggen tegen de kampioen. En natuurlijk ook tegen Yamper. No. En tegen professor... Oh, niet professor Magnolia. Het is Sanja die natuurlijk daarboven staat. Kan je eigenlijk in dit huisje? Ik ben volgens mij nog nooit in dit huisje geweest. Het is letterlijk de eerste keer dat ik in dit huisje ga. Ah, er valt ook niet zo heel veel te beleven in dit huisje. Oké, route 2. Hey, volgens mij kunnen we hier een Pokémon vangen, jongens. Hebben we een pokebal? Ja, we hebben dus 5 pokeballs, oké. Volgens mij mag ik hier gewoon iemand gaan vangen straks. Als ik het goed heb. Als ik mij niet vergeet. Vergeet? Als ik mij niet vergeet? Als ik mij niet vergis, Rick. Praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Ja, Leon. Ik heb de game al 5 keer uitgespeeld. Je hoeft me echt niet meer voor te doen hoe je een Wooloo vangt, hoor. Oké, heel goed. Met Rookie D. Oké, ja, kijk. Kijk, deze baas mogen we natuurlijk hier gewoon vangen. Dit is gewoon een water-Pokémon. Chewdle, let's go. Hoppa, gewoon in aflevering 1 gaan we ons team al uitbreiden, jongens. Dat is wel even lachen. Dat is hartstikke leuk. Oké, pound op Chewdle. Kijk, zijn defense is ook prima in orde. Oké, ik krijg gewoon de Blue Squad Army, jongen. De Blue Squad Army. Chewdle, Sobbel, blauwe Pokémonnetjes. Hoppa, dan moet het alleen nog wel even lukken. Wil je alsjeblieft in je Pokéball blijven, Chewdle? 1. En 2 en 3. Blijf erin. Ja! Hoppakee, dit is leuk. We hebben gewoon al een extra teammember, jongens. Wat gaaf. Chewdle. Kijken jullie Star Wars? Kennen jullie Chewbacca? Dreadnought heeft straks zo'n grote kaak. Dus ik wil iets met Chewie doen. Dus zal ik hem Chewie noemen? Chewie. Of noem ik hem gewoon Chewbacca? Ik vind Chewbacca nice. De vrouwelijke Chewbacca. Hoppakee. Tweede Pokémon in het team, pure. Lekker. Nice. Dan kan Rookie die ook nog even stoer doen. Power Trip. Holy crap. Wat is dat dan? Die move die ken ik niet eens. Ook logisch, want hij deed gewoon geen damage. Baba, Rookie die. En door. Kijk, de Squawards die rennen al weg voor me. Die zijn al bang geworden. Oh snap. Daar is die weer. De allereerste trainer met wie je een Pokémon gevecht gaat hebben naast Hoppie dan. Kom maar op, vriendje. Met je mooie Squawford trui. Zou echt heel naar zijn als we nu gewoon worden verslagen, hè? Als de challenge soort van nu al klaar is. Reptile, Water Gun. Oeh, die is level 60 Squawford. Dat gaat wel lekker XP'tjes opleveren. Pak hem! Oef, net niet. Hij gaat even met zijn kontje schudden. Pak hem! Water Gun. Lekker. Ja hoor, Reptile, level 9. En zoals je inderdaad kan zien, gaat de special attack harder omhoog dan de normale attack. Dus dat is nice. En dan hebben we onze eerste trainer verslagen. We hebben zijn droom om de beste Pokémon trainer ooit gewoon in duigen geschopt. Sorry, Koter. Het spijt me. Vergeef me. La 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 la. Ik pak een Pokéball hierboven. Dat zijn 2 potions voor mij. Laat ik er maar even eentje gebruiken voor Reptile. Ah, weet je wat? Chewbacca, je krijgt er ook één. Ben je ook weer fit? Reptile en Chewbacca. Ik vind het nu al een super dope team, jongens. Die namen zijn wel dik oké. Daar is ook de Galarian Zigzagoons. Ja, die mogen we natuurlijk niet pakken. Jammer genoeg. Want dat is een hele vette Pokémon. En hier, de tweede battle. Wordt dit de eerste vrouw die we gaan verslaan? Lauren. Lauren heeft ook een Chewdle. Go Reptile. Klinkt ook gewoon lekker, jongen. Go Reptile. Ja, deze Chewdle kan misschien wel voor een probleempje gaan zorgen. Want mijn waterpistool gaat natuurlijk helemaal geen damage doen op hem. Maar zijn tackle doet mij ook niet zo heel veel tot nu toe. Dus nou ja, geen probleem, jongens. Geen probleem. Het gaat helemaal goed komen. Het is ook niet alsof we op de maan landen of zo. Hè. We moeten alleen maar een Chewdle verslaan. Ik bedoel, dat is niet zo'n hele moeilijke... moeilijk iets. Chewbacca gaat naar level 6. Nice. Ja hoor, ook de eerste vrouw is verslagen. Sorry. Waarom zeg ik altijd sorry? Het is de bedoeling in het spel dat je andere Pokémon trainers verslaat. Dus ik zeg gewoon nu alvast sorry. Ik ga je verslaan. Blipper! Reptile! En dan komt er zo'n schattige Pokémon uit. Zou het zijn als Sobbel echt zo'n stem zou hebben.
My name is Reptile. Nou, je doet het hartstikke goed, Reptile. Ik ben trots op je. Je gaat lekker, je gaat hard, je gaat los. En we doen het allemaal. Oh, je hebt ook nog een Nickit, joh. Chewbacca. Wil jij Nickit proberen te verslaan, Chewbacca? Kom maar op dan. Ga hem pakken. Daar is die. Die Nickit is wel level 7. Hij is ook een stukje groter. Ik vind deze Nickit nu al heel naar. Nickit is ook sneller. Hij doet quick attack. Nickit, je gaat wel even voorzichtig doen met mijn Chewbacca, alsjeblieft, hè? Hoppakee, lekker Chewbacca. Oh, crappy. Oké, die quick attackies doen 3 HP damage. Ik ben benieuwd. Ja, het gaat echt gelijk op, jongens. Het gaat hartstikke gelijk op. Hij blijft doorgaan met zijn quick attackie. Ik blijf gewoon doorgaan met mijn water gun. Of zal ik een keer tackle proberen tussendoor? Hij verandert niet. Ik heb nog maar 10 HP over. Dat betekent nog dat ik nog 3 klappen kan incasseren. Ja, kijk, tackle gaat wel iets beter, denk ik. Ik ga het winnen. Ik ga het winnen. Hij doet geen quick attack. Pak hem! Ja, lekker Chewbacca. Lekker, man. Ik ben ook trots op jou, vriend. Heel goed gedaan. Oh ja, natuurlijk. Hier krijgen we die dingen. Hier krijgen we die bandjes dat we kunnen dynamaxen. Even de groeten aan oma Magnolia doen. Even het itempie achter het huis pakken. Payback. Zou je die kunnen leren aan Chewtle? Chewtle is natuurlijk niet de snelste Pokémon. Dus dat zou... Kijk, dat is op zich wel chill. Ik ga hem gewoon leren aan Chewbacca. Payback doet namelijk 2 keer zoveel damage als je al bent geraakt door je tegenstander. En aangezien Chewtle toch langzaam is, kan dit best wel een handige move zijn. Sowieso voor het begin van je avontuur. Nou, we gaan nog even de tuin doorspitten. Great ball. En dan de tweede battle met Hoppy. Ik ga wel even beginnen met Chewbacca. Ik ga eens even kijken of die payback move een beetje werkt. Oké, scheidsrechters staan klaar. Ik weet niet. Volgens mij is Wooloo ook niet echt super snel. We zijn allebei level 6. Ga eens kijken, payback. Nou, oké, hij doet tackle. Kijk, dus ik ben nu geraakt. Als het goed is, doe ik nu lekker veel damage op deze Wooloo. Kijk, dit gaat helemaal goed. Dit is super chill. Hoppakee, hij gaat nog een keer tackletje doen. Ja, dan gaan wij gewoon weer payback doen. Ik ga hem nog net niet verslaan. Dat is jammer. Eigenlijk zou ik nog een quick attack willen hebben. Dan had ik het nu keihard af kunnen maken. Dus laten we maar waterpistool doen. Wel goed gedaan, Chewbacca. Lekker. Je bent goed bezig. Je hebt gewoon even de Wooloo verslagen van Hoppy. Nice. Ik heb wel vertrouwen in deze Chewbacca. Ik denk dat hij een goed aanwis gaat zijn voor mijn team. Kijk eens. Chewbacca naar level 7. Reptile naar level 10. En Chewbacca leert nu ook bite. Toppie. Oké, dan is het nu tijd om te switchen naar Reptile. Pak hem, Sobo. Die Scorbunny die kan je hebben. Hebben jullie trouwens dat dak van het huis wel eens gezien? Het groeien echt allemaal takken gewoon in het dak van het huis. Dat is niet oké. Kijk maar, daar linksboven in beeld. Dat is echt niet handig voor je huis. In ieder geval, wat wel handig is een wateraanval op een Fire-type Pokémon. Dus lekker. Hop is nog steeds vol vertrouwen. Die gaat het nog steeds wel fixen, denkt hij. Met Amber. Jij wel, Hoppie. Jij wel. Oh, ik ben wel burnt. Potverdorie, Hop. Daar had ik even niet op gerekend. Doe eens even gauw normaal met je scorebunnetje. Doei, doei. Nice. Chewbacca groeit alweer naar leveltje 8. En toch, zijn speed is toch ook 15. Is niet slecht, hoor, de speed van Chewbacca. Oh, die watergun is ook lekker op die rookie die zeg. Hoppa. Oké, Packy doet weinig damage. Nog een klein beetje burn erbij. Maar dit gaat ook wel goed komen. Level 5-ie. Hoppie. Ik heb je nu al voor de tweede keer verslagen, hè? Ik denk dat de hele game zo door blijft gaan. Ik denk dat jij niet veel van mij gaat winnen, Hoppy. Zelfs niet als ik alleen maar watertype Pokémon gebruik, wat ik dus ga doen in deze challenge. Ja hoor, de kampioen beveelt mij weer aan. Dank u. Nu mogen we mee gaan doen aan de Gym Challengers. Maar eerst mogen we deze Wishing Stars pakken. En we nemen de Dynamax Band in ontvangst van professor Magnolia. Oké, ik ben weer weg. Bedankt, hè. En dan nemen we de trein. Maar niet voordat mijn moeder nog even wat wil zeggen. Mam, laat me nou met rust, joh. Ik zei, we nemen de trein. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze allereerste video in de Water Only Challenge. We hebben Chewbacca, we hebben Reptile, Sobble en Chewtle. En ik heb er super veel zin in om deze challenge met jullie aan te gaan. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!